Alfred Hitchcock wordt alom beschouwd als een van de beste filmregisseurs aller tijden. De Britse Hitchcock staat, bijna 40 jaar na zijn dood, nog steeds bekend als de Master of Suspense. Maar wie was Hitchcock en wat maakt zijn film zo uniek? In de studio, Karel Habrika, In het dagelijks leven huisarts in Lelystad. Maar in zijn vrije tijd misschien wel de grootste Hitchcock-kenner van Lelystad. En Karel, heb ik het goed uh, omschreven? <laughs> Nou ja, ik, ik, ik ben echt een filmfreak en eh, daarin is Alfred Hitchcock voor mij altijd een, een, een grote hobby geweest. Niet alleen heb ik al zijn 53 films op dvd, maar ik heb een hele boekenkast vol met boeken. Er is geen enkele regisseur waar zoveel boeken en tijdschriften over verschenen zijn als Alfred Hitchcock. Laten we meteen beginnen met de allerbeste scène uit de Hitchcock film. Welke is dat? Nou, dat is voor mij die bekende douchemoord in Psycho. In, in 30 seconden zie je de meest gruwelijke dingen op, uh, op film zien. Terwijl uh, nou, het, het, het mes waarmee Marion Crane wordt vermoord uh, niet het, het, het lichaam raakt. Terwijl je het idee hebt dat dat mes tot diep in, het, uh, in de poriën verdwijnt. Maar uh, dat is zeker voor mij de beste scène. Hoe komt dat, dat die scène zo goed gelukt is? Toen hij die, 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 daar hebben ze trouwens een week over gedaan, over die 30 seconden, dat, dat, dat wil je niet geloven. Maar er werden, van verschillende kanten werden de, de filmopnames uh, gemaakt en dan heeft hij daarna door knippen en plakken uh, het, 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 het idee gegeven alsof uh, die, die moord daar daadwerkelijk plaatsvond. Uh, het, 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 het stond natuurlijk naakt onder de douche en in uh, 1960 was dat voor de censors nog erg... Uh, uh, nou ja, te veel van het goede. Maar uh, je ziet net geen uh, tepels of uh, wat dan ook. Dat heeft het zo suggestief gedaan dat. Uh je heel veel naakt denkt te zien, maar in het echt zie je dat niet. En ook de moord zie je eigenlijk uh, helemaal niet. Nee, is ook suggestief. zeer suggestief. Maar als je de film uitkomt, denk je dat je het wel gezien hebt. Ja. Zo heeft hij het gefilmd eigenlijk. Hè? Ja. 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 Even dan over die scène die een week duurt. Ik kan me voorstellen dat die hoofdrolspeelster dat helemaal niet zo fijn vond... dat ze een week lang onder de douche moest staan. Nee, daar hadden ze een stand-in voor. Een, een prostituee, een, een naaktdanseres. Uh, voor alle zekerheid... Uh, uh, omdat de, de hoofdrolspeelster, die, uh, nou die zal ook wel niet preuts geweest zijn in, de, in het Hollywood van die jaren, maar uh, daar was dus iemand voor ingehuurd die dus uh, onder die douche stond, grotendeels. Ja, nou, Hitchcock wordt een master of suspense genoemd. Uh, ja, suspense, laten wij dat vertalen misschien als spanning. Maar wat is suspense? Ja, je zegt het terecht, spanning. Dat, dat, dat is het ook. Het is ook een beetje uitstellen. Maar het is ook dat de, de, de kijkers, de, de, de bioscoopgangers, die zien iets meer dan uh, nou ja, de hoofdrolspelers in, uh, in de film. Uh, zij weten vaak wat meer, waardoor de spanning wordt opge... opge... Nou, opgemaakt. En uh, Hitchcock heeft wel eens gezegd: zo van. als je ineens een, uh, uit, uh, uit het niets. Uh, een, een bom laat ontploffen. dan schrikt iedereen in de bioscoop. maar die spanning is weer gelijk weg. Terwijl als je van tevoren. Uh, laat zien dat uh, er bijvoorbeeld in, in een koffer. een, een, een bom zit met, met een tijdmechanisme. en je ziet die klok zo naar voren komen. maar de drie hoofdrolspelers. weten niet dat die koffer die tussen hun in staat dat daar een bom in zit, dan, uh, ja, de, de, de bioscoopgangers denken dan nou van... goh, jongen, uh, gaat nou toch weg? Uh, laat die koffer daar staan. Uh, nou, en zo bouw je dan die spanning op. Uh, we hadden net over de beste scène. Maar is Psycho dan ook meteen de beste film voor jou? Nee. Uh, de, nou, de, de, de beste film is Vertigo. tenminste Die is een paar jaar terug uitgeroepen tot de beste film aller tijden. Maar ik zelf vind I Confess de beste film... En dat is een, 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 een. I Confess is een film over een, een priester. die. Uh, nou ja, in de biechtstoel van zijn koster. te horen krijgt dat hij koster een moord gepleegd heeft. Maar hij heeft biechtgeheim. En het probleem zit hem dan in het feit van dat. de priester op een gegeven moment. Uh, verdacht wordt van die moord. Maar hij kan niks zeggen, want hij heeft een biechtgeheim. En dat vind ik zelf. de, de, de beste film. Dus ze zeggen wel eens. de het het meest katholieke film van. Elfred Hitchcock. Die was van oorsprong ook katholiek. Maar het heeft ook wel wat. Nou, overeenkomsten met het beroepsgeheim van, uh, van artsen. Dus Aha. misschien dat dat wat uh, meer aanspreekt. Maar Vertigo is en blijft een geweldige film. Hij gaat over hoogtevrees. Ja. 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 En wie is dat, voelt dat niet in zijn benen eigenlijk, hè, als je hoog staat? Nee, hij, het is meer een soort draaiduizeligheid. En in deze film zie je dat ook heel duidelijk. Uh, het, het prachtige is, is dat. Uh, ik ook dat, dat uh, ook technisch door en, uh, in te zoomen en de camera terug te trekken. je ook echt het idee geeft van draaiduizigheid alsof je in dat gat valt. En werkt dat nou het best op het grote doek? Ja, ja, een paar jaar terug was er in, uh, in het Aai museum in Amsterdam. Was er een, uh, een grote retrospectief met al zijn films. En daar werd uh, Vertigo in de grote zaal gedraaid. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk geweest en dat was overweldigend. Wat was eigenlijk je eerste aanraking met, uh, met uh, Hitchcock? Ik denk Psycho op TV jaren geleden. Mm. Want die film is uit 1960. En uh, dat zal eind jaren 60 of zo geweest zijn. Ja, en wat, wat voor gevoel heb je daar nog bij? Nou, dit, 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 zo spannend. Mede ook door, door het onverwachte dat de hoofdrolspeelster op een derde van de film al uh, vermoord werd. Ja. ja. Ze hebben een paar jaar terug een film gemaakt over deze film. Mm -hmm. Dus een film over Hitchcock, terwijl hij bezig was om deze film uh, voor te bereiden en te filmen. En daarin zie je ook uh, hoe hij. Um, nou, uh, er was geen enkele filmmaatschappij die deze film wilde produceren. En toen heeft hij zijn eigen huis uh, in de verkoop gezet. En van. Uh, die 100.000 uh, dollar, wat toen natuurlijk heel veel geld was... heeft hij die film gedraaid. En die film die heeft de Kweenheuvel miljoenen opgebracht. Dus hij is multimiljonair geworden. Dus dat was een goede zet van hem. Mm -hmm. Terwijl de, de, de productiemaatschappij uh, heel afhoudend was. Zo van, nou, daar zou wel niemand komen kijken. We gaan het weer hebben over Hitchcock. En daarvoor zit bij ons Karel Habrika. Hij is uh, in het dagelijks leven arts. Maar um, in de avond en in de nacht en in zijn vrije tijd... Dan dan verdiept hij zich in Hitchcock. Ja, um, ja Hitchcock vergaarde internationale fa faam... met films als Strangers on the Train, Vertigo, Psycho. En Vertigo werd zelfs in 2012 verkozen tot de beste film aller tijden. Um, ja, Karel, we willen het eigenlijk zo even... je, je, je kennis testen, maar even over de, ja, de persoonlijkheid van Hitchcock. Beetje eigenaardige man. Ja, ja. Hij was... Uh, 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 nou, een echte Engelsman die dan uh, eind jaren 30 naar, naar Amerika vertrok, omdat daar de technische mogelijkheden om films te maken veel beter waren dan uh, in het Engeland van uh, voor de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, hij, hij, dat zie je ook op die foto daar. Hij is altijd gekleed in een zwart pak, uh, keurig overhemd en een stropdas. Het, het, je zult hem nooit in hemsmouwen zien. En. Uh, ja, wat, dit, dit, een echte gourmet. Dus een echte iemand die, die van, van eten hield. Nou, dat zie je ook wel, wat hoe dik dat hij uh, was. En, en hij heeft wel geprobeerd om een aantal keren af te vallen, maar dat is nooit erg. Gelukt. Is het een soort gimmick van hem of is hij echt zo? Nee, hij was echt zo. Ja. En men zegt wel eens dat daardoor. Uh, hij ook, ook, ook erg eenzelvig was. Uh, iemand die, uh, nou, buiten zijn vrouw en zijn dochter weinig echte vrienden had, maar zich uh, voor de volle 100% stortte op film uh, op maken. Mm -hmm. En dat deed hij ook, want hij heeft er geloof 53 gemaakt. En dat in een tijdspannen van nog in 50 jaar. Dus ja, dat betekent ieder jaar heeft hij wel een film. Ja, er wordt wel eens aan mensen gevraagd, uh, ja, als je met uh, iemand aan tafel mag zitten om een diner te eten, dood of levend, zou je dan meteen zeggen ik wil met Heerts uh, een drie gangen menu eten? <laughs> ja, dat zou helemaal niet zo gek zijn. Want hij heeft ooit een keer een aantal gasten thuis op, op, op eten, te eten gehad. En hij had al het eten had hij met een blauwe uh, uh, kleur laten komen. Waarbij de, de gasten geen, geen, geen stukje hebben durven eten. Terwijl het gewoon nou, de, de, de tong was en, en de meest heerlijke dingen. Maar eh, door die kleur blauw heeft iedereen alleen maar een glaasje wijn gedronken en verder niks. Wat een vreemde kerel. Ja. Ja. Hij speelde dus graag met je perceptie eigenlijk. Absoluut. Ja. Ja. En hoe heb je het eigenlijk allemaal geleerd? Heb jij meters, bo boekenkast, meters met uh, boeken? Nou, je, of? nou, ik denk. Ik, nou, misschien heb ik wel 200 uh, boeken huh? over. Hè? Zeker wel. Mm -hmm. ja. Want er is gewoon heel erg veel. En, in, 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 ja, voorheen bestelde ik wel eens bij Amazon. Tegenwoordig kun je gewoon bij bol.com ook uh, alle Engelse boeken krijgen. En weet je nu wel alles van hem, of moet er nog meer bij? <lacht> <lacht> nou, nog steeds. Ik, ik, er is nu weer een of ander boek verschenen... over uh, ja, de samenwerking tussen hem met uh, de scenario-schrijvers. En uh, uh, hij liet zich nooit uh, bij de aftiteling... ook als scenario-schrijver mee uh, nou ja, op het beeld laten komen. Maar in feite... Was je dat wel? Ja. Eh, we ga mag... je ja, we ja. gaan je testen. Ja, we gaan je testen, ja. Uh, we hebben drie fragmenten uit films gehaald. Ja. En mag jij... Dat zijn geluidsfragmenten. Hè? Ja, uh, dat kan muziek zijn, kan wat anders zijn. Maar dan is het aan jou om te herkennen uit welke film het komt. Ben je er klaar voor? Ja. Hier is het eerste fragment: Dit is Psygo. Ja. Ja. ja, dat was ook wel heel makkelijk. Denk. <laughs> ik, denk dat mensen... ik zie het mes al. Uh... Ja, hoe belangrijk is eigenlijk die muziek in die films? Nou, heel erg. Want hij heeft jarenlang samengewerkt met Bernard Herman, een, een beroemde componist. En uh, pas op het allerlaatst hebben zij ruzie gekregen. Maar daarvoor, ik denk, er zeker een stuk of acht films die zij uh, samen hebben gemaakt. En uh, het, het meest geweldige is dat in de film over de birds, ik zie dan nu die foto, daar deed Bernard Herrmann ook aan mee, maar er is helemaal geen muziek te horen. Alleen maar vogelgeluiden. Dus hij was een soort uh, geluidsconsultant. Mm -hmm. Oké, okay, maar dus wel op de, op de payroll. Ja, ja, ja. ja, ja, ja zeker. Nou, uh, fragment 2 dan. Ja, dit is de Burg. Ja. ja, dit was dan de bijdrage van de, de muzikus. Ja, van ja. Birded Herman. Ja, hoe hebben ze dit opgenomen, dat geluid van die vogels? Nou, het waren echte vogels. Het, het was natuurlijk in de tijdperk voor de computer. Dus eh, om deze film te kunnen maken moesten vogels eh, getraind worden. Er waren echte trainers bij. Maar er was ook een soort. Eh, Partij voor de dieren die dan op de set aanwezig was, zodat er geen dierenmishandeling op plaatsvonden, vinden. Dus ze hebben gewoon echte, echte opnames van echte vogels en echte geluiden. Ja, okay. ja. Nou, tegenwoordig doen ze dat natuurlijk allemaal met de computer. Alles. Ja. Ja. misschien minder romantisch dan ook. Ja. Nou, uh, zou ja, hoe zouden de films van Hitchcock zijn als hij ze nu zou maken? Nou, hij was altijd technisch erg voor, dus uh, nou, daar zou hij zeker van genoten hebben. En dan zou hij er ook zeker gebruik van gemaakt hebben. Maar zouden we dan nog wel naar de bioscoop durven met die nieuwe technieken? Als hij dat voor handen had gehad? Ja, misschien. Nou, ik misschien weet niet. Die speciale effecten, ik vind het soms maar niks hoor. Nee? Nee. Nou, um, we gaan naar uh, de derde, het derde fragment. Ben je er klaar voor? Ja. Oh, dit is North by Northwest. Ja? Wat, ja. wat, wat beschrijft de scène Nou, dit is een, een, een vliegtuigje wat... Uh, um, de, de, de hoofdrolspeler belaagt. terwijl hij ergens eenzaam. in het midden van Amerika. op een landweggetje staat. En. Uh, ja, staat te wachten. Op, op iemand. waarvan hij dacht dat hij daarmee. in gesprek kon gaan. Maar dat, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Ze wilden hem vermoorden. En dat deden ze door middel van dat vliegtuigje. want er zat, zat gif. In wat over de, de, de velden gesproeid werd. Maar dus ook over de, de hoofdrolspelers. Hoe ver gaat jouw liefde? Ben je nou van plan om daar naartoe te gaan? Naar dat veldje daar? <laughs> nou, ik, ik zou wel heel graag naar Bodega B willen. Naar uh, de plek waar, waar de beurs is opgenomen. Of grotendeels is opgenomen. En San Francisco staat toch ook nog heel hoog bij mij op, het, uh, op, het, op de bucketlist. Ja. We zeggen. Um, nou, we zijn bijna door de tijd heen. Welke drie. Hitchcock-films moet je absoluut gezien hebben voordat je gelukkig gedood kan sterven als je nog niks ah, hebt gezien. Nee, nou daar, daar straks had ik het al over *I Confess*, maar dat is dan mijn uh, en *Rear Window* met Grace Kelly. Want dat komt ook omdat Grace Kelly, ik vind de mooiste vrouw van de wereld. En die is een geweldige film die zich afspeelt op één plek waarbij je uitkijkt. Op, uh, de, op een binnenplaats. En waarbij de, de hoofdrolspeler. Die, ja, die heeft zijn been gebroken. die kan geen fluit. En die, die kijkt dus. Uh, als fotograaf. door zijn lens. naar buiten. en die denkt. dat aan de overkant. iemand vermoord wordt. Nou, dat gebeurt niet. Of dat gebeurt wel. Mm -hmm. Maar dat weet je pas. aan het eind. van de film. En Vertigo. Ja, dus, dus nog één keer. I confess. Rear Window en Vertigo. Ja. Um, ja we, en krijg je ooit genoeg van Hitchcock? Nee. Nee, <laughs> absoluut niet. Nee. nee. Uh, ja, ik wil, wil zeggen voor de mensen die nu luisteren... dat je mee kunt doen aan een prijsvraag. Want je kunt namelijk een DVD-box met vier films uh, van Alfred Hitchcock in de wacht slepen. Waar bijvoorbeeld Psycho, Rear Window, The Birds, Vertigo en To Catch a, a Thief in zitten. Wat moet je daar nou mee doen? Deel je nachtmerrie. Waar ben je nou absoluut bang voor? Dat kun je via Facebook met ons delen. Morgen maken we de winnaar bekend. En we zitten op al jullie gruwelverhalen te wachten. Ik zag al heel wat voorbij komen. Mensen die bang zijn om in open water... Te zwemmen, nou daar had Hitchcock natuurlijk ook van alles mee kunnen bedenken. Um, ja, welke Hitchcock-film met angst zou jij nog gemist hebben? W waar had hij nog wat mee kunnen doen, Karel? Nou, de, 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 hij had natuurlijk de douche moord, maar hij heeft nog niks met een, met een, een lichtpad gedaan. Dat een is lichtpad. later natuurlijk wel gekomen in. Uh, Dan ben ik toch even die naam kwijt met met Douglas, uh, Michael Douglas en. Uh, fatal Attraction, oh, daar ja. is dat wel in gebeurd. In het konijn. Met dat konijn, ja, ja. ja. ook. Um, Karel, ik wil je heel erg bedanken dat je er was. Uh, als we weer een keer wat over Hitchcock willen weten, <laughs> weten we je te vinden. En uh, omdat wij zo direct naar de indie herdenkingen gaan... Uh, krijg je nu van ons het regionieuws.